Dit moet je in Amsterdam of zo doen, jongens. Dan word je opgepakt als de grootste crimineel. En dan gaan we dat even testen. Mocht de vrouw nog mij willen versieren na het zien van deze video, neem een bosje lawinepeltjes voor me in plaats van een bosje bloemen. Lieve buurvrienden, welkom allemaal weer bij een nieuwe video hier op Extreme Rides, nummer 1. Vuurkanaal. Dank u wel. We staan niet in Frankrijk, we staan niet in Duitsland, we staan niet in België, we staan in Spanje. Want hier gaan wij vuurwerk shoppen in Spanje, bij El Velaro, als ik het goed uitspreek. Ja, El Velaro, gaan we vuurwerk halen. Het is een hobbyzaak in midden in het centrum. Het heeft iets ander vuurwerk dan de rest van de Pyro Shopping, Piro iFock wat je hier aan zo hebt. Dus we gaan snel naar binnen, gaan snel van vuurwerk halen. Alleen, ik moet het wel allemaal meenemen. Op de fiets was het te veel wat ik wil hebben, dus ik heb de koffer meegenomen. Ik hoop dat alles erin past. De aanbiedingen van dit zaakje, zo zie je dat heel veel hier in Spanje. Ze noemen het loten, dat zijn partijen letterlijk vertaald. En dan hebben ze gewoon wat vuurwerk bij elkaar gestopt en daar een actie van gemaakt. Bijvoorbeeld hier hebben ze gewoon TNT, vlinderbommen. Ja, gewoon een paar dozen bij elkaar. Dus niet zoals bij ons dat je daar een pakketje krijgt, gewoon netjes in een zakje met een aparte naam erop en een label erop. Maar gewoon echt bij elkaar gesteld vuurwerk. En iedere winkel doet het anders. Kijk eens, dat is mooie decoratie. Ja, Ben is dus inderdaad gewoon een hobbyzaak. Hier modelbouw, puzzels en dat soort dingen. Dat is leuk, een manquette van een straatmaskeleta. En die vlinderbommen zijn nep hoor mensen, dat is decoratie. Zien we wel een traka liggen. En naar boven de cakes. Die houten kistjes daarboven zijn ook wel leuk, die zijn voor de kinderen. Daar stoppen ze hun vuurwerk in, er zit een touwtje aan, kunnen ze om nek in hangen en dan kunnen ze dan vanuit daar kunnen ze vuurwerk afsteken. Hier staat gewoon alles in de winkel. In tegenstelling tot bij ons in Nederland, zelfs de zware knallers, die giganten liggen daar. Gewoon hoppa, zonder bunker. Zou in Nederland echt niet mogen. Zelfs de kleine rotjes krijgen gewoon 5000 euro boete, vuurpalen. Ah, van alles. Heel veel klein spul verder nog. Dan zijn ze gek om heel veel kinderen hier natuurlijk vuurwerk afsteken. Ook hier weer pakketjes die je zo kunt kopen. En nog meer spulletjes. Kijk, hier staan die pakketjes waar ik het net over had. Wel netjes in een tasje, maar niet zoals bij ons met label en alles. En die tasjes zijn van hunzelf, dus ze stellen zelf samen. Heel mooi. Nou mensen, we hebben deze catalogus dus van ARS even doorgenomen. Dus we hebben even extra speciale spullen besteld die je normaal niet in de winkel kunt krijgen. Dus dat is wel vet. Ik ga even navragen of dat geleverd is, want er zijn nog wat leverproblemen met China. We hebben wat traka's hebben we gekocht. Deze hebben we gekocht. Die van vuurpalen. Die weer is een beetje de toonbank net vol met onze spulletjes. We moeten alleen nog even kijken of we het in de koffer krijgen. Nou, we zijn een beetje aan het puzzelen. Alles er weer uit. En opnieuw proberen erin te stoppen. Nu is dus de medewerker de fabriek aanbellen. Kijken of alles op voorraad is. Als het op voorraad is, dan laat hij dat hier leveren. En over 2-3 dagen kunnen we dat ophalen. Dan hebben we even wat uniekere producten. Daar ben ik altijd wel van. Hopelijk is het op voorraad, want er zijn natuurlijk wel leverproblemen uit China. Zoals bekend, er is weer een fabriek ontploft in China, waardoor alles weer gesloten is. Sowieso in de zomer mogen ze niet meer doorproduceren. Er mag ook niet meer zomaar fles verzonden worden vanuit China naar Europa. Of ja, nou wel uit China naar Amerika geloof ik ook niet. Dus die hele zware producten met fles, dat moet allemaal of in Europa gemaakt worden of elders. Ja, het is allemaal wat lastiger geworden, maar hopelijk zijn er wel producten op voorraad. En dan hebben we leuke extra knalproductjes. Ahí se me ha preguntado. De Humo, yeah. Esta no lo sé. Voy a volver a llamar porque se me ha olvidado. Kijk, dit is nog eens nou een bomkoppertje. Ja, die moet je op vliegveld laten staan. Ja. Huh? Levensgevaarlijk. Ja, en dan is het zoeken naar een taxi. Daar komt dan een taxi, kijk eens. Hallo. Daar gaan we. Lekker hoor. Dames en heren, Valencia. Dit moet je in Amsterdam of zo doen, jongens. Dan word je opgepakt als de grootste crimineel. Van niet normaal dat het hier gewoon kan. En dan wordt ons in Nederland zo eigenlijk op gereageerd door het OM en consorten. Het is gewoon niet normaal bij ons. Want ja, welke gevaarzetting hebben we hier? Gewoon totaal niks, joh. Ik laat haar even in het hotel alles zien wat we precies gekocht hebben en vertel ik er even wat bij. Allee. Zo, bomkoffertje 1. Bomkoffertje 2. Oh, mensen, slecht voor mijn rug dit. En dan uiteindelijk bomkoffertje 3. Zo.
Dat was weer een goede smokkel. Nou, jullie hebben net al een beetje kunnen kijken. Wat hebben we meegenomen? Traka's. Dit is de extra zware traka, de grote traka. En we hebben wat kleine traka's meegenomen van 20 meter. Niet om allemaal los aan te steken, maar om dadelijk mee te knutselen. Wil je dat zien? Houd dit kanaal gewoon even in de gaten. Nou, dit is een doos van zo'n zware traka. Traka de Valenciana. Ja, wat is het verschil met een normale traka? Kijk, deze is gewoon van 20 meter. Er zit één zo'n eindbommetje aan. En hier zitten er verschillende aan. Zie je? Eigenlijk gewoon een aantal eindbommen. Nou ja, dat is dus het verschil tussen deze en die kleintjes. Nou, deze zijn natuurlijk 20 meter en die 50 meter. Maar je zou die ook in 50 meter kunnen krijgen. Scheelt geloof ik iets van 5 tot 10 euro per traka. Volgens het etiketje zit er 50 meter mix. En daar bedoelen ze natuurlijk de grote vlinders mee en die kleine vlinders. 48,90 gram zit hierin. Bijna 50 gram aan flash. Klasse 3 vuurwerk is dit. Dit zou je in Nederland dus gewoon absoluut niet mogen hebben. Want er zit levensgevaarlijk flitspoeder in. Nou ja, hier in Valencia is het dus gewoon vuurwerk. Feestvuurwerk. Ze gebruiken dit heel erg veel bij die poppen. Maar we hebben nog veel meer meegenomen. Dit zijn gewone normale ratelbanden. Traka China, zoals ze dat hier noemen. Dit zijn 1500 schoten. Twee stuks, 32 euro per rolletje. En die gaan niet zo snel als die Traka de Valencia. En hier komt natuurlijk veel meer troep vanaf. Dus die kunnen we daar misschien wel ergens buiten neerleggen. Ik heb er toch twee. Verder hebben we een confetti cake meegenomen. Ja, dit is een mooi spul. Dus, ja, Daylight Fireworks. Daar komt dus confetti uit. 40 euro voor zo'n dingetje. Dit is gewoon klasse 2 vuurwerk. Zou je in Nederland dus ook mogen hebben. Alleen, jij mag natuurlijk overdag niet aansteken in Nederland. 187,5 gram zit erin. Heel mooi etiketje met allerlei informatie erop. Ja, gewoon netjes. Ik ben benieuwd naar deze. Het waait erg hard, dus het is niet verstandig om deze nu aan te steken. Moeten we van de week een keertje doen. Laatste artikel. En dan is ons bomkoffertje alweer leeg, grote vriend. Ja. La Venta, Lent of zo, ik weet niet wat het is. Is een siercake. Colas Torbellino, Cola Destellos y Silbido. Silbido is in ieder geval een fluit. Color is kleur. Ik heb geen idee. Dit is wel gewoon een klasse 2 blokje. Kijk maar, Cateria F2. 470 gram zit erin. 26 doorsnee van de tubo van de pijpjes. Dus bijna 30 millimeter pijpjes. Maar dit is wel ondanks de klasse 2 zo'n goede cake. Je kunt hier wel meerdere klasse 3 cakes halen. Die gaan we ook halen, maar niet in deze video. Maar wil je dat zien, houd dit kanaal in de gaten. Dat zijn echt wel goede cakes. Niet goedkoop, dat zeker niet, maar wel goede cakes. Weet je wat, ik laat jullie deze gewoon nu al even zien. Raad die. In een kleine bomkoffer zit nog een cake, Emporia, 36 schoten. Dit is ook een klasse 2 cake, 424 gram. Ja, ziet ook heel mooi op waar het allemaal vandaan komt en dergelijke. 25 mm pijpjes zitten erin. Dit is ook een hele mooie. Die gaan we ook afsteken. Dan hebben we, dit zijn dus grondbloemen. Daar ben ik erg benieuwd naar. Waarom? Deze grondbloemetjes zijn 1,50 euro per 3. Bij ons in Nederland hak je ze voor 2,50 of voor 25 stuks of zo. Waarom zijn deze zo duur? Zijn deze veel beter? Ze zien er net zo groot uit als die in Nederland. Ik denk dat die grondbloemetjes hier gewoon peperduur zijn. 1,50 euro. Maar we gaan ze daar even aansteken. En dan hebben we nog wat lieveheersbeestjes. Ja, leuk speel. Die gaan we dadelijk ook doen. Wat ze precies doen, ik heb geen idee. Ik denk dat ze draaien heel snel en dat ze dan de lucht in schieten. Maar we gaan het zien. We gaan ze eigenlijk gewoon even aansteken. Dan tenslotte lekker Nederlands in een rugtassie. Dit zijn echte Romeinse kaarsen, als je kunt zien. Gewoon echt hele grote. Maar deze zijn color met cracker. Dus aan het einde zit de cracker na de gekleurde bal. Dus hier gaan we even wat leuks mee fabriceren. Ik denk dat dit ook gewoon klasse 2 is. Inderdaad, klasse 2, daar staat het. En 0,076 gram zit erin in die vier van die apparaten. Want anders kan ik het niet noemen. En dan als allerlaatste, dames en heren. Nee, geen stokkenhout. Maar inderdaad, vuurpijlen. En dit zijn Trueno Rockets. Oftewel gewoon in Nederlands lawinepijlen. Falador Estilo
Nationale. Categorie 3 vuurwerk. Dus deze moeten wel hard gaan knallen. Ondanks categorie 3 is het gewoon 1.3G gevarenklasse. En sommige categorie 2 blokjes vallen daar ook onder. Mocht de vrouw nog mij willen versieren na het zien van deze video, neem een bosje lawinepeltjes voor mee in plaats van een bosje bloemen. Is toch mooi? Ja, dat zijn dus deze pijlen. Zijn kleine pijltjes. Maar ze zullen denk ik wel hard gaan. Ik weet niet wat ze per stuk aan grammetjes aan boord hebben. Ik zal even kijken. Maar staat hierop 12,5 gram per stuk. Dus die moeten wel lekker gaan. We gaan daar gewoon even eentje of twee proberen. Maakt niet uit hier in de stad. Je kan hier alles afsteken. Maar jullie zagen nog meer stokken. Dat klopt. We hebben ze nog een keer. Maar dan een versie groter. Ook zo'n bosje lawinepijltjes. Die andere waren gemaakt in 2017. Hier staat dat niet op. Ook klasse 3. Ja, voor de rest gewoon hetzelfde als al die andere. Staat hier ook palauw op. Andere palauw. 260 gram per zakje. Ik ben benieuwd wat het dan per stuk is. Ik kan ze gewoon zo weer even openmaken. Ja, ik geniet al van hoe het verpakt is. Kijk dan, is toch wel leuk zo op. Ik kan nog wel een kussen met koetie mee doen. Dan knip ik het lontje af. En dan breng ik een stokje af en dan leg ik hem in het nachtkastje van de vrouw. Dan lijkt het op iets heel anders. Maar ja, mooi. Maar er staat hier niet op wat ze per stuk zijn. Maar er zitten er 10 in een zakje. 216, dus 21 gram. Ja, 21,5 gram per stuk. Snel uitgerekend. Nou, we gaan gewoon eens aansteken. We hebben alles uitgepakt. Je hebt alles gezien. We gaan niet alles afsteken. We nemen even wat dingen mee naar buiten. En dan gaan we dat even testen. En dan sluiten we daar de video mee af. Nou, we hebben dus een hele mooie stoklocatie gevonden. We beginnen met de grondbloem, hè. Daar was ik toch wel nieuwsgierig naar. Ah, je hoort hem wel. Het is zeker geen klasse 1. Maar ja, die klasse 2 grondbloemen bij ons gaan hetzelfde. Alleen zijn bij ons een stuk goedkoper. Dan hebben we de lieve heersbeestjes. Ik ben benieuwd. Zien er leuk uit. Koppen, dat is de beurt aan de lawinepijltjes van het merk Kajalveer. Geen idee. Steeds voor het eerst af, ik ben benieuwd. Hoppa. Klap lekker. Ja, er zijn heel veel fletsen in Valencia en dat echt hier lekker tegen die flats op, jongens. Heerlijk. Maar we kennen een tandje zwaarder. Oh, die gaan we duidelijk harder. Hij is gek, hij is gek. Het waait heel erg hard, dus ik hoop niet dat de wind de knal wegpakt, maar ze klinken echt wel goed hier, hoor. En dan de allerlaatste. Hier gaan we afscheid mee nemen, dames en heren. De Traka 1500. Een Chinese ratelband. Even kijken welke klasse dit is. Batterie klasse 3 is dit. Effecto Traka. En dan de Spaans. Het zal wel iets van knal zijn. 2022 geproduceerd. 150 gram. Ik ben benieuwd. Olé! Kijk hoe professioneel hij dat doet. Zit er een eindbommetje aan? Nee. We hebben helaas geen eindbom. We maken wel een eindbom. We hebben het laatste stukje opgerold zitten zo. Zo. Fire, fire. En dit was direct het laatste product. Ik wil jullie bedanken voor het kijken van deze video. Deel een like als je hem leuk vond. En tot de volgende video. Er zijn meer Valencia video's online op dit kanaal. Als je dat wil zien, druk gewoon op mijn kanaal. Op de zoekfunctie Valencia in. En je komt ze vanzelf allemaal tegen. Echt een prachtige stad hier. Elk jaar maar weer zo'n groot vuurwerkfestival. Jezelf afsteken. Vuurwerkshows. Echt fantastisch gewoon hier. Ik ga lekker verder stoken. Nogmaals, wil je meer zien? Check Extreme Razijn. Tot de volgende keer, jongens.